Zeg, Paul, wordt er alweer gevlogen daar? Ja, zojuist is de eerste vlucht vanuit Praag weer aangekomen. En dat betekent ook dat mensen weer inchecken. Dat betekent overigens niet dat alle vluchten vanmiddag door zullen gaan. Met name die van maatschappij Ryanair. Die zijn in ieder geval tot 3:15 opgeschort. Maar die gaan mogelijk later deze middag toch weer vliegen. En dat betekent ook dat reizigers nog steeds gewoon contact met de maatschappij moeten blijven opnemen. En vooral ook de websites van die maatschappijen moeten checken voordat ze vertrekken vanaf thuis. Ja, hoe komt het eigenlijk dat het zo relatief kort heeft geduurd in vergelijking met de vorige keer? Want vorige keer lag het vliegverkeer dagenlang plat. Ja, kijk, de autoriteiten hebben natuurlijk ook wat geleerd. Bovendien heeft het miljarden schade opgeleverd aan heel Europa. Stilleggen van dagenlang het vliegverkeer. Het is duidelijk dat er op dit moment zelfs boven Nederland ook een vlucht wordt uitgevoerd van hoe zit het precies met die aswolk. Maar wat eigenlijk op neerkomt is dat we gewoon meer weten van die aswolk. Hoe die zich gedraagt en op welke hoogte die zich bevindt. En dat was 4 weken geleden nog niet zo.